Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij. Mijn naam is Sandra en vandaag heb ik weer een shoplog, Action / Vibra en nog twee andere winkels. Allereerst wil ik toch even iets laten zien van het kaartje dat ik uiteindelijk heb gemaakt. En jullie even kort vertellen wat er dan met het koortjesmeisje is gebeurd. Ik wilde haar eigenlijk op een boekenlegger plakken, maar ze is uiteindelijk op een kaart beland. En ik zag namelijk dat ik... vlak nadat ik de video had opgenomen, dat ik zo'n ovale ring nog had liggen, zal ik maar zeggen, spiegelkarton. En dat spiegelkarton, dat matcht hartstikke leuk met haar jurkje. En toen dacht ik van, ik heb een idee. En toen ben ik heel snel een kaart gaan maken. Heb ik een stukje kaart achter die, dat ovaal daar geplaatst. Heb ik met een stenseltje van Action en met Distress Inkt heb ik een beetje een bakstenen muurtje aangebracht. Heel vaagjes eigenlijk maar. Ik heb een embossingfolder gebruikt, dat ik door de stansmachine heb gehaald, zoals je ziet, met hele mooie bloemetjes. Dat is een embossingfolder van Darice, moet ik zeggen, dat is echt Amerikaans. Heb ik ook in Amerika kunnen kopen toen de tijd, is al wel wat ouder. Is denk ik ook gewoon heel goed online te vinden. Volgens mij kan je Darice ook daadwerkelijk online kopen. Een paar kleine blingetjes en daarmee is het kaartje af. En ik vind het zelf altijd best wel ingewikkeld om van die droog geëmboste is dit dan notabene, achtergronden om die te verwerken. Maar ik vind dit echt wel heel leuk geworden. Clean en simpel. Dan moet ik nog even kort laten zien wat ik gedaan heb met de egel. Ik heb een dame in een andere video beloofd dat ik iets met de stempel met de egel zou doen. Ik ben niet verder gekomen dan dit op dit moment, moet ik bekennen. En hier ga ik echt iets mee doen. Hier ook wel, maar hier heb ik een concreet idee bij. Dus zodra ik dat af heb, dan laat ik het zien. Maar op de een of andere manier kom ik er even niet toe om echt te gaan zitten knutselen. Zo af en toe tussen de neus en lippen door lukt het nog wel een beetje. Maar ja, privé is er van alles los bij ons en het werk is gewoon best druk. Dus ik kom er even niet toe. Ik heb wel de beide egeltjes gekleurd met die alcoholmarkers van DecoTime. En zoals gezegd, ik ga er iets mee doen. Deze heb ik al helemaal geïnkt met, ik denk dat het Broken China is, van Tim Holtz. Gewoon Distress. Niet Oxide, maar Distress gewoon. Goed, heel kort iets over mijn nageltjes. Want ik kan me voorstellen dat het hier een beetje in het oog springt, zal ik maar zeggen. En ik heb me laten verleiden door de verkoopster om deze kleurtjes aan te schaffen. Die zijn net nieuw, van de HEMA zijn die. En zij dacht dat het wel kleurtjes voor mij waren. Dat vond ze mij wel een type voor. Zelf weet ik het niet zo goed. Maar ach, het is zomer, bijna dan. En ik ben ietsjes bruiner nu, ik weet niet of je het kan zien. En dan vind ik het met iets bruiner huidje vind ik het wel leuk, moet ik zeggen. Dus het zijn een beetje schreeuwerige kleurtjes. Toch vind ik het stiekem leuk. Dit is Neon Pink en dit is Popping Purple. En ze zijn net nieuw bij de HEMA, heel leuk. Dus ja. Dan toch maar over naar Action. En dan begin ik even heel kort met wat ik daar als eerste kocht. Ik moet een beetje aan de kant leggen. Deze hebben jullie vast ook al gekocht. Daar ga ik echt een beetje van uit dat jullie dit wel kennen. Kijk, heel ietsje kan uitzoomen zo. En ik ga ze niet al uitgebreid bij door, want dat heb ik net al gedaan. En dat duurt de video gewoon een half uur. Moet wel leuk blijven, ook voor jullie. Maar jullie weten inmiddels wel, er zitten gewoon de leukste die-cuts zitten hierin. En elke pagina heeft eigenlijk zijn eigen thema. En ik verwacht eigenlijk dat jullie deze ook gekocht hebben. En wat ik zelf heel prettig vind, is dat er bijvoorbeeld baby dingetjes in zitten. En dit vind ik heel leuk voor jongenskaarten bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een baby-achtige paginaatjes. Ik weet niet of dat nou in deze was. Deze denk ik niet zozeer. Dan zal het in deze zijn. En ook, de diertjes gaan altijd, hè. Die zijn altijd leuk, vind ik. Even kijken of ik het zo kan vinden. Dit vind ik ook een heel leuke pagina. Dit, hè. Ik vind die kleur ook mooi om op een kaart te gebruiken. Het zijn eigenlijk ijsdieren. Kijk, baby. En daar heb ik eigenlijk altijd tekort aan. Aan leuke dingetjes die echt in het thema baby passen. Terwijl ik jonge collegaatjes nog heb die allemaal kindjes krijgen. En hier heb ik ook altijd een tekort aan. Dat Just Married, daar heb ik ook niet zo heel veel in. En daarom vind ik het alleen al leuk om die boeken te hebben. Dit kan altijd. Dit vind ik heel leuk ook voor een jongenskaart. Dus ja. Het gaat ons vast wel lukken om deze boeken opgeknutseld te krijgen. Die vond ik helemaal te gek.
zeediertjes, tropische vogels en bloemen, nog weer zeediertjes en mooie vlinders. Dus die kocht ik als eerste en die kostte €1,99 per stuk. En die zullen jullie vast zelf ook al wel gekocht hebben. Wat ik vervolgens kocht, even kijken, is dit niet zo spectaculair eigenlijk, maar wel even om jullie te laten zien. Hier maak ik mijn stempeltjes mee schoon. Niet om mijn ogen mee schoon te maken, daar heb ik ander spul voor. Maar dit gebruik ik echt voor mijn stempels. En voorheen zat er een andere verpakking op. Toen is het een hele tijd is het niet in de winkel geweest. En het is echt dat Alvira. Die vind ik het fijnste. Ik heb ook andere merken inmiddels gebruikt, maar die vind ik niet zo fijn. Babydoekjes vind ik stinken. En nou, dit ruikt tenminste nog een beetje lekker. Dus anders, als ik aan het knutselen ben en ik heb continu zo'n parfumgeur in mijn neus van die doekjes, ik kan dan niet zo goed tegen. Die vind ik fijn. En dit kost volgens mij 65 cent. En er zitten er 25 in. Dus daar kun je mooi een tijdje mee door. Dan kocht ik ook dit hele leuke boekje. Even pakken hoor. Een beetje in de warm nu. Een klein Let's Do This boekje. En twee katten voorop. Een beetje panterachtige katten. Heel leuk design vind ik dit. Ze hadden ook nog een ander blokje. 79 cent slash. En let op wat dit is. Voor mij is dit een to-do blokje. Dit kan ook een boodschappenlijstje zijn. Maar dit is toch helemaal te geinig. En ik werk voor een hogeschool. En wij werken toen naar het einde van het schooljaar. Maar wij moeten ook het nieuwe schooljaar straks gaan opstarten. Dus ik heb veel te doen. En dan werk ik altijd wel graag met lijstjes. Met een to-do-lijstje. En die hele zakelijke dingetjes, daar ga ik niet zo op aan. Als ik dan aan het werk ben, dan wil ik ook graag gewoon dat het er een beetje leuk en gezellig uitziet. Zo zit ik in elkaar. Dus ik ga deze echt voor het werk gebruiken. 79 cent, dat vond ik een hele leuke aankoop. 65 cent. Even kijken. 8 dubbele kaarten met enveloppen. Daar kan je helemaal niks van zeggen. En dit is 15 bij 15. En ik heb geen 30 bij 30 papier meer. Of 30,5 bij 30,5. In het wit niet meer. En terwijl ik af en toe wel van dit soort grote kaarten wil maken. Dus ik moet daar even een aankoop in gaan doen. Ik weet nog niet precies wat ik waar ga kopen. Ik vind dat 30 bij 30 altijd best prijzig in het wit ook. En ja, je hebt het toch wel nodig. Als ik die leuke explosiedoosjes wil maken, dan heb je ze al nodig. Of je wilt een mini-albumpje maken, dan kom je heel vaak niet helemaal uit met alleen maar A4 formaat. Maar tot die tijd wil ik wel kaarten maken. Dan doe ik het gewoon met deze kaarten. Als ze meer setjes hadden gehad, dan is een vliegje hier. Oh, ja, het begint voorjaar te worden, gaat naar de zomer. Dan had ik er meer meegenomen, maar ze hadden maar één pakje liggen. Dus ik ben al blij met wat ik heb. Ik kocht ook nog in de aanbieding, dus dat is al een tijdje terug, zo echt over 2 weken terug. Deze washi tapes, ze zijn inmiddels alweer duur. Daar hadden ze 4 varianten in, als ik het goed heb. En ik ging dan toch voor de vintage variant. En ik heb het idee, ik ben wat meer met kraftkaartstok aan het werken en zo. En ik riek een beetje naar dat vintage-achtige. Met mooie vosjes, met te schattige honden, een tackle en iets van een schnauzer. En dan sprak mij deze toch het meeste aan. Ik denk dat ik hier nog het meest gebruik van ga maken. Dit vind ik heel mooi met die rozen. En ik vind het mooi dat het dus van dat brede tape in zit om een keertje te proberen. Het is met een schaar, vind ik heel leuk. Met klavertjes 4 vind ik schattig. Met die kroontjes vind ik ook wel leuk, met dat geel. Dus ja, dit kan altijd, vind ik. Dus ook weer met rozen. Met van die jockeys op paarden. Leuk voor mannenkaarten. Dus ja, hier zit ik wel potentieel in. Dus die mocht mee. Toen de tijd nog voor €3,99. Maar nu zijn ze inmiddels wel ruim over de €4. Als ze er nog zijn. Want ik ben wat later met het opnemen van het filmpje. Ik ben ook nog bij de Duitse Action geweest. Daar zijn de prijzen soms net iets anders. Maar meestal iets duurder dan in Nederland. Deze kosten allebei €1,99. Volgens mij zijn die prijzen wel redelijk gelijk. En ik wil graag iets met die zonnestralen wil ik doen. En dit heb ik echt nog niet, helemaal niet. Ik heb heel veel knutselspullen, maar dit niet. Dus die mag mee, dan toch maar. En dit is gewoon mooi symmetrisch en daar hou ik gewoon van. En ik zit eraan te denken om van die kleine dierenkopjes en zo'n stempelsetje die we nog hebben van Craft Sensations van de tijd terug. Die hebben jullie vast ook nog wel. Om daar iets mee te gaan doen, maar dat moeten we even bekijken. €1,99 per stuk. En uiteindelijk, ik dacht dat ik hier 69 cent voor betaald heb. Even kijken. Ja, 69 cent. Betaal je dan voor 3 keer 20 stuks.
aan tekst inderdaad, in taal 60 inderdaad, 300 grams is het, dus mooi dik. En dan in wit en in het krachtkleur en in het zwart. En jullie kennen deze ook geheid. Ik denk altijd bij mezelf van ja, ik kan het zelf maken, dus waarom zou ik het kopen? Maar voor 99 cent maakt mezelf ook gewoon nog wel wat wijs, vind ik zelf. En ik vind het ook heel leuk om zo van die wekpotten te hangen. Maar ook aan een bosbloem of aan een cadeautje. Of misschien om er iets van een albumpje of zoiets van te maken. Dus die mochten dit keer eindelijk mee. Ze zijn al heel lang te koop bij Action. En eindelijk heb ik ze. Dat voor wat betreft de Action. Dan gaan we nu over naar de Vibra. En dan hoop ik dat ik je nog een beetje kan verrassen met de aankoopjes van de Vibra. Voor 99 cent hebben ze daar gewoon kleine lijmapplicators. Dus met zo'n fijne punt. Ik heb ze nog niet geprobeerd. Ik heb dit ook in dure varianten. Ik ga het proberen. Ik laat jullie nog weten of het wat is. Ik heb met die dure varianten zelfs ook dat het hier er een beetje uitloopt. En dat toch uiteindelijk altijd die puntjes gaan vastzetten. Dan doe je gewoon een speld in. Een speld met een knop erop. En dan gaan ze niet dicht zitten. En ja, dit is dus de goedkope variant. En ik denk dat ik hier net zo goed uit de voeten kan als met de dure varianten. Dus ik laat jullie weten hoe mij dat bevallen is. 99 cent. Voor 2,99 mochten toch uiteindelijk ook mee deze stansen. Ik heb totaal geen botanische of plantachtige stansen in mijn bestand. Helemaal niet of nauwelijks. En de stansen die ik heb zijn vrij klein. En ik wil toch eens een keer wat met, ja, niet met takken proberen op een kaart, zeg maar. Ik heb allemaal hele leuke ideeën gezien van andere mensen op YouTube. En daar lukt het altijd heel goed bij. Dus ik wil er ook aan. Hier zit zelfs nog iets van een vogeltje in geborduurd, zou ik haast willen zeggen. 2,49 en ja, we gaan kijken hoe ik hiermee uit de voeten kan. Dit vind ik een van de hoogtepunten van de aankoop bij de Vibra. Ik heb al een paar gebruikt. Dit zijn holografische stickertjes. En zoals je ziet, 69 cent per stuk. Oh, dan kun je zien, het spiegelt. En dit zijn, zoals je ook kunt zien, diamantjes. En ik ben geneigd om hier gewoon nog een stuk extra van in te slaan. Ik zal je even heel snel iets laten zien wat ik er al mee gedaan heb. Als ik het zo kan vinden. Kijk hoe leuk. Ik heb ze dus al hier aangebracht. Ik had dit paneeltje had ik al gemaakt met deze kleurtjes. Met de stress inkt en de stencil. En ze kleuren er dus perfect bij. Het is toch echt blauw en groen zit erin. En dat paars-rozige. En ja... Dus ik had meteen een idee om dit te gaan verwerken. Ik had namelijk dit paneeltje op kaartformaat uitgesneden. En toen heb ik met dat stempelsetje van de Vibra, die ik eerder al kocht, deze, de Best Day, en dat fietsje. Ik dacht dus, ik stempel dat fietsje erop, want dat is vast een silhouet stempeltje. Maar dat is helemaal geen silhouet stempeltje. Het is gewoon een stempeltje wat je kan inkleuren. Het framepje en de bandjes, zeg maar, het zadeltje. En je kunt, als je goed kijkt, kun je nog wel een klein beetje zien dat het gestenselde er doorheen komt. Maar dat maakt mij niet zo heel veel uit. Ik vind deze kaart superleuk geworden, al met al. Ja, en dit maakte het voor mij helemaal af. Helemaal leuk. Dus diamantjes, 69 cent per stuk dus. Deze gaan even aan de kant weer. Ook mee mocht dit. Een onderwater setje, dat wil zeggen allemaal soorten zeewier. En wat sterren en schelpjes, 99 cent. Dat kan je dan niet laten liggen, jongens. Ik heb nog wel van die vissenstempeltjes, ook van Craft Sensations nog. Heel oud al. En ook van andere merken trouwens ook nog wel iets met vissen. En dan lijkt het me leuk om gewoon een kleine onderwaterscène te maken. Eerst ben ik er langs gelopen. Toen ben ik later teruggegaan en heb ik ze opgehaald. Dan mocht ook mee dit stempelsetje. Dit is een heel groot stempelset voor 99 cent. Dit heb ik eigenlijk allemaal al zo'n beetje. Iets soortgelijks heeft CS ook een keer uitgebracht. Dus ik heb dat allemaal in mijn bestand wel. Die niet per se. Dus die vind ik hartstikke leuk, die cameraatjes. Dus daar is het mij om te doen. En ik kan eigenlijk geen enkele luchtballon weerstaan. Ik vind luchtballonnen en om daar iets mee te maken. Een mooie achtergrond met mooie wolken. Dat vind ik ook altijd heel leuk om te doen. Fly away. En er zitten gewoon nog andere leuke stempeltjes in. Maar goed, die koffertjes en zo, iets soortgelijks heb ik allemaal wel. Maar ja, ik kan het dan niet laten liggen voor een eurotje. Dit is een beetje een experiment, 1,29. Ik wil het eerst nog wel laten liggen, want dit spreekt mij niet echt aan, zo eerst oogopslag. Van harte beterschap, dat is een beetje dat traditionele kaarten maken, wat mijn tante vroeger deed. Dat is niet echt aan mij besteed, maar het is mij te doen om die randjes die hierin zitten. Dat zijn van die borders die erin zitten. En daar kan je wel hele mooie accenten mee aanbrengen op kaarten. Dat vind ik dan wel weer leuk. Voor 1,29 mochten ze toch mee. Dan een hoogtepuntje, vind ik zelf, zijn deze
papierblokjes. Ietsjes groter maken nog. Maar dan, als ik maak het iets groter, maar dan kan je hier net mijn standaardje van mijn telefoon zien. Maar goed, een knieshoor die erop let. Misschien dat je het zo net iets beter kan zien. Ik zal even opschieten, want de video duurt al best wel lang. In het grijs, in het groen, in het roze en in het roze en het blauw. Dit is natuurlijk voor de baby's. In het docententeam waarin ik werk, zeg maar. Groen is natuurlijk voor de kerst. En het grijs, ja, dat vind ik gewoon een mooie neutrale kleur. Daar kan je van alles mee. Maar ook bijvoorbeeld voor rouwkaarten. Het is gewoon van Joycrafts. Echt een merk. En deze kosten €1 per stuk. Er zitten in 20 vellen 250 grams. Ik vind ze mooi. Dus die mochten mee. Ten slotte kwam ik nog bij de Vibra tegen dit. En dit vind ik ook een soort een hoogtepuntje. Voor slechts €1,49. Vier van die grote stencils met een bladmotief. Op A4 formaat. En dan iets met een bloemmotief. Dit vind ik altijd leuk. Met een schorsmotief. En ja, dit wordt experimenteel voor mij. Dus vrij groot inderdaad. Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet inkorten. Maar dat gaan we wel bezien wat we daarmee doen. Maar het is natuurlijk ook wel leuk als je aan scrapboeken doet. Om je scrapbookpagina mee te versieren. Dat doe ik af en toe wel. Dit is dan van de Creative Craft Group. En volgens mij, dat is aan de Architonlaan. Hedel. Dat is Craft Sensations in ieder geval. Dat weet ik zeker. Dus dit is dan Craft ID. Maar dit is in ieder geval ook de club waar Craft Sensations onder valt. En het adres is ook hetzelfde. Dat is helemaal leuk dat we dat daar kunnen vinden. Dus sla Vibra niet over. Als je wilt knutselen. Ik ben nog één dingetje vergeten te laten zien van de Action. En dat zijn deze leuke ribbons. Die zullen jullie vast ook al ook 3 keer aan voorbij gelopen. Want ik heb nog ribbons zat. Maar dit zijn dan geruffelde vintage ribbons. En met name het roze en het blauw. Daar heb ik dus altijd tekort aan vanwege de babytjes. Vintage ribbon, 3x2 meter. Dus deze mochten beide mee. Ja, dat was nog bij de Action. Die had ik even. Die zie ik steeds over het hoofd. Wat een groot voorwerp is, maar die zie ik steeds niet. Dan ben ik nog, toen ik bij de Duitse Action ben geweest, ook even bij Teddy geweest. Dat zit daar panda's waar ik naartoe ga. Voor €1,55 heb ik toch maar al die stickers gekocht. En met name die stickers, daar gaat het mij om. Dat zijn van die postzegelstickers. Ik heb het er nog niet uitgehaald en nog niet naar gekeken. Die vind ik ook heel leuk trouwens. Het zijn er in totaal 269. En aan de achterkant zijn er ook nog stickers. Letterstickers, die kan je altijd gebruiken, vind ik. Deze vind ik dan niet zo heel mooi met die gekke randen eromheen, die gekke kleuren. Maar dan kan je voor een deel ook gewoon wegknippen. Dus, nou ja. Ik wil toch kijken wat dit is inderdaad. En ik laat je nog weten of ik er concreet iets mee kan. Dan tenslotte ben ik nog bij een winkel geweest. En daar zullen jullie niet naartoe kunnen, zo 1, 2, 3 ook. Net zoals in Duitsland is Teddy dus een keten. Maar dit is de grenzen. En bij de grenzen is, dat is een winkel, dat zit ook eigenlijk van oorsprong aan de grens. Ik woon in de buurt van de Duitse grens, zoals jullie weten. Dat is van Craft Universe. Dat is mij ook een bekend hobbymerk, goedkoop hobbymerk ook daadwerkelijk. En, maar goed, dat is eigenlijk een soort van drogisterijketen in Twente. Eigenlijk nog niet eens in Twente. Het is eigenlijk alleen maar bij ons echt in de buurt. Maar in ieder geval ook aan de grens. En daar kom ik met enige regelmaat. En dan, wat ik dan doe, is die bakken helemaal uitzoeken. En er zit altijd van alles en nog wat tussen. Soms hebben ze kaas of spellen of iets voor de kinderen of van alles en nog wat. En daarnaast verkopen ze dus ook gewoon shampoo. En wat die club doet is partijen opkopen. En ik denk dat ze dus ook een partij hebben opgekocht van dit hobbymerk. En er lagen in één keer van die leuke letterstickers in die bakken. Voor maar 79 cent. In het goud en in het roze. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Ze hadden ook nog andere kleurtjes, maar ja, die ga ik denk ik niet gebruiken. Dan vind ik het toch jammer om mee te nemen. Maar dat lag daar dus. Wat je ook moet doen, even nog een tipje. Waarschijnlijk doen jullie dat wel als je een beetje vervent, knutselaar bent. Dan kijk je ook bijvoorbeeld bij de Aldi. Die hadden laatst deze Sharpies in de aanbieding. Het zijn echte Sharpies, hè? Dus van het merk. En dan zijn Arceer stiftjes. Die hebben soms ook de leukste knutseldingetjes. Ik heb ook al van dat krimpfolie daar gekocht. En nou, pennen hebben ze heel vaak. Ik kijk altijd in de bakken. En bij de Lidl moet je dat ook doen. En als ik dus in Duitsland ben, dan kijk ik dus in Duitsland ook bij de Lidl en bij de Aldi. En daar hebben ze net weer andere dingetjes. Heel leuk. Dus die kocht ik daar, 79 cent. En tenslotte, die ga ik niet helemaal met jullie doornemen, want anders wordt het echt te veel. Ik zou er eentje met jullie doornemen. Ik denk dat we even kijken. Deze is denk ik wel leuk. Dus ik heb de Sweet and Bold. Ik heb de
Geometric Story, die vind ik zelf ook heel gaaf. Black and White. En dan gaan we The Wild Love. Die gaan we even kort bij doorlopen. Dan heb je een idee wat het om gaat. Dit zijn gewoon stickerboekjes, zoals jullie ze vast wel kennen. Action heeft dit soort stickerboekjes ook. Ook weer Craft Universe. Een euro per stuk. Ik heb ze alle vier soorten allemaal meegenomen. En dan, ja, er zitten van die planner stickers in. Of andere gewone mooie stickertjes. De een is wat meer mat, de ander is wat meer glimmend. Dus ik vind het echt heel leuk. Textjes. Cactus, altijd leuk. Dus dan heb je een beetje, die vind ik ook heel leuk, die merel. Zo stilistisch. Beetje dat folklore-achtige. Dus wel thematisch inderdaad. Ook daadwerkelijk, ze hebben allemaal dus een ander thema. We hebben net ook iets andere stickertjes. Maar het idee is natuurlijk allemaal hetzelfde. Met goud en zwart met wit heeft dan achterin van die zilveren stickers. Jullie kennen dat idee allemaal wel. Met zo'n bandje om het dicht te houden. En dat voor een euro per stuk, dacht ik bij mezelf. Die gaan gewoon alle vier, gaan ze gewoon mee. En dit was... Dit waren mijn aankoopjes van, ik denk zo'n beetje, de afgelopen 3,5 week, denk ik. Ik had al eerder een filmpje opgenomen of op willen nemen. Mijn telefoon deed ook raar, dus ik heb daar echt een opschoonactie in moeten doen. En ik had het al wat eerder de eten in willen slingeren. Maar het leven komt er soms gewoon tussen. En we hebben nu een lekker vrij weekend. En nu heb ik de oren er een beetje naar staan, dus nu lukt het wel. Ik ga ook binnenkort een craft update maken. En daarna ga ik gewoon maar weer eens even knutselen. Ik hoop dat jullie het leuk filmpje vonden. En ik zie jullie graag een volgende keer. Doeg!